U vraagt zich wellicht af waarom bepaalde onderdelen altijd per paar vervangen moeten worden. Wel, om dit te ontdekken gaan we even naar de werkplaats. Het per paar wisselen van bepaalde onderdelen is een kwestie van veiligheid, levensduur of gewoon soms een wettelijke verplichting. Ik geef u enkele voorbeelden. Laat ons de banden bekijken. Het is immers belangrijk dat ze dezelfde diameter hebben. Als een band versleten is, is de diameter kleiner, waardoor hij sneller draait dan een nieuwe band. Daardoor is er een verschil in rotatiesnelheid en kan uw transmissiesysteem beschadigd raken. Schokdempers moeten op dezelfde manier paarsgewijs worden vervangen, om te voorkomen dat de wegligging, het comfort en het remmen uit balans raken. Dit is trouwens verplicht in het kader van de technische controle. U weet nu waarom BMW aanbeveelt om bepaalde onderdelen per paar of in sets van 4 te vervangen.